vragen. Oh, jazeker. Ik ben op zoek naar de trein naar Gorkum. Ja, dat is deze. Is dat deze? Ja. Ben jij dan Kenneth? Ik ben Kenneth, dat klopt. Hey, en wat doe jij voor Qbuz? Ik ben machinist op de Merwede-Lingelijn. Ja, dat komt mooi uit, want ik wil altijd al meer over treinen weten. Nou, ik zou zeggen, dan gaan we even naar binnen. Ja? Dan kom maar verder. Hoe snel kan zo'n trein? Zo'n trein kan 140 km per uur rijden. Ja. Bij ons op het traject rijden we eigenlijk het grootste gedeelte 100 km per uur. Hoeveel passagiers vervoeren jullie in één zo'n trein? In een trein zoals deze zo'n 170 zitplekken. Ja. En dan kunnen er nog meer dan 100 man staan. Dus een spitsuur, dan kan wel heel Gorkum mee. En de lengte van de trein? Deze trein is zo'n 56 meter lang. Ja. En we hebben nog een kleine variant, die is 41 meter. Wat vind je nou het meest bijzondere aan je werk? Ik vind het leuk dat ik de hele dag onder de mensen ben. Ja. Ik heb een mooi kantoor met wisselende omgeving. En ik vind ook dagen zoals met carnaval, Koningsdag, de weekenden waarin mensen op pad gaan. Dat vind ik het een leuke dag om te werken. Mag ik een cabine van binnen een keer zien? Ja, natuurlijk. Ik ben benieuwd. Dus dat is een soort de cockpit van de trein. Kom maar mee. Waar werkt alles voor? Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, nou, we hebben hier een tractiehendel, daar kunnen we de trein mee in beweging stellen. En hier een rem. We hebben wat knopjes hier, ontgrendelen we de deuren mee. Ja. Een telefoon, het ziet er een beetje ouderwets uit, maar hier hebben we contact mee met de treinleider. Oh, je geeft dus niet aan, dames en heren, we zijn op het volgende station? Ja, dat kan ook. We hebben een automatisch omroepsysteem. Dit is om de trein in te schakelen en daarmee de stuurrichting aan te geven. Dus de trein achteruit of vooruit te laten bewegen. Kenneth, zullen we dan maar naar Gorkum gaan? Laten we dat doen. Dan moet ik eruit, hè? Ja, klopt. Dan ga ik eruit. Oké. Goeie reis. Ja, jij ook.